Zo, wij hebben onze thee en kippensoep gereed. Volgens mij is kippenbouillon. Kippenbouillon ook goed. Want waar gaan wij heen? We gaan naar Ankie van Grunsen. Nou ja, ja, naar Ankie. We gaan daarheen voor de co-social meeting. En dan gaat Ankie het een en het ander vertellen over haar ervaring met social media. Dan hebben we een lunch met alle creators en talents bij elkaar. Oké. Ja. Zullen we het aankondigen? Ja. En dan hebben we nog een rondleiding. Ga ik weer met alle paardjes knuffelen. Altijd leuk. En nu heb ik een humor. Oké. Dat gaat ook. En dan hebben we een psychologisch gedeelte. Ik weet nog niet precies wat me daarbij voor moet stellen. Maar dat kunnen we aan het eind wel weer vertellen als we teruggaan. Dan gaan we het hebben over de plannen 2020. En dan gaan we, denk ik, drinken en eten. En dan gaan we weer naar huis toe. Er is een volle planning bij Ankie. Ik ben heel benieuwd. We gaan niet, geen paarden filmen en ook niet fotograferen vandaag. Oh. Dus dat is wel bijzonder naar Ankie en geen paarden of koeien fotograferen. Dus dat is op zich wel grappig. Ja. Zo, we zijn bij Ankie geweest, bij de GoSocial bijeenkomst. Daar hebben we de Arkhoef ook nog gezien, hè? Yes. We hebben ook even met hun gepraat. We zijn ook nog met Bianca even gaan praten. Natuurlijk ook met mijn YouTube-sussies. Ja, ik vond het leuk. Ja, ik ook. We weten nu weer een stuk meer over GoSocial Party en allemaal andere... Ja, kaarten zijn te koop en we gaan een te gekke show geven, alleen... Die kunnen we pas vertellen als het programma online staat. Maar ik kan je vertellen, het wordt echt heel spectaculair en heel gaaf. En nu zijn we bij de... McDonald's! Anders wordt Tessa zagrijnig. Ja, we hebben wel chocola. Alleen McDonald's is toch ook wel heel erg goed. En mama is weer heel erg blij, want wat is er weer? Oh, de mini apple pie. En eigenlijk mag ik dat natuurlijk helemaal niet. Maar als we dat hebben, dan eet ik het. En als je niet weet wat het is, dat is gewoon gefrituurde appeltaart. En dat vind ik echt het allerlekkerste van McDonald's wat er is. Maar goed, we gaan even onderweg eten. En dan gaan we eerst naar de Arkhoeve. Voor dan gaan, iets. Dan gaan we even iets doen met de ponies. En dan gaan we daarna... Met de pony. 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 Rick, knip de S er maar uit. Nee, want zondag hebben ze gehoord van Boris. Aankomende week krijgt ze sowieso te horen van Boris. Oh, dus ze weten al wie Boris is. Ze weten nu wie Boris is. Oh, gaan Boris en Blondie doen. Precies. En daarna gaan we even naar Middenhof voor Veroon te checken. En dan gaan we naar huis en dan is het denk ik 9 uur. 10 uur dus. Nou, gisteren na de McDonald's zijn we nog naar de Arkhoeve en meneer Middenhof geweest. Alleen was het te donker om te filmen. Plus dat we alleen maar aan het rondrennen zijn om ponies los te zetten, paarden even hooi te geven, dat soort dingen. Dus... ook niet heel interessant. Het is vandaag zondag. Het is echt baggerweer, kan niet anders zeggen. Het wordt dus een beetje lastig filmen, ook voor mij nu. Ik ga zelf nu naar Middenhof. Tess is een TikTok aan het maken over de kamer opruimen. Dat is altijd heel goed. Dus daar storen we niet in. Heel fijn dat die TikToks bestaan, want op die manier wordt de kamer van mijn dochter gewoon opgeruimd. Lang leven social media. Die blijft thuis nu. En ik ben dus onderweg naar Middenhof. Ik ga Verona rijden. Is wel een evenementachtig iets van de school die in de manege zit. Dus we kunnen maar één bak gebruiken. Maar ja, zoals ik zeg, het regent. Het is onaangenaam weer. Dus ik ga gewoon in de bak rijden binnen. En als het druk is, heb ik pech. Zoals leven nu is. Moeder heeft al gezegd dat het zondag is. Ja, ik heb inmiddels het kind gevonden. We gaan naar de Arkhoeve. Ja, en ik, Daan, heb nog nooit guacamole geproefd. En ik heb het gemaakt zonder de groentes die erin moeten. Alleen avocado en kruiden, dat soort dingetjes. En heb ik ook wortel en kommer meegenomen. Dus ben ik benieuwd wat ze daarvan vindt.
er überhaupt dat gaat eten met al die groenten. De keto? Dat wel, maar ik weet niet hoe dol ze is op groenten. Dat weet ik ook niet. Nou, gaat zo doen. Gaan we Blondie in de les? Gaan Boris zijn hoefjes doen. Dat mag ik gewoon zeggen nu. Dat is nieuw. Ik kan ook nog even met hem logeren, denk ik. Nee, dat kan niet. Dat mag nog niet. Oh nee, dat moet maandag. Ik ben de tandarts geweest, dus ja. Dat maandag kan het pas. Ja, nou ja. Ik heb hier de dingen. Mijn moeder die neemt de ton mee. Ik neem jullie mee. Dan gaan we even kijken waar Steven en Daan zijn. Zo, ja. Goed zo, dan ga je zo even de hand veranderen. Heel goed. Ja, en even ietsje bijrijden. Jij zit ze nu op te letten? Braaf. Beetje rechterbeen erbij. Goed zo. Toen jullie daar net zaten was het een stuk minder eng, hè? Goed zo. Ja, en kom maar weer. We willen eerst een beetje die draf wat ruimer. Ja, dat ze zichzelf ietsje meer oprekt in de lijf. Goed, en weer rust aan je zit. Twee handen naar buiten, binnenbeen. Braaf. Geef niks. Maak je lang. Oh. Nu ga je dus niet vol erop afrijden, maar ietsje eerder wenden en een beetje wijken. Weet je, dus door dat wijken eigenlijk haar hersenen een beetje wat ander werk geven. Zo, ja. Ja, linkerhand laag, braaf. Zo, en let op, nu ga je een beetje schoppen met je binnenbenen, hè? Voel je dat ook of niet? Ja. Daarom wordt ze eigenlijk, dan zegt ze een beetje, nou, ik ben wel een Mary en ik vind je best heel aardig, maar als je me gaat schoppen, dan zoek ik maar uit. Zo, ja. Blijf snel in je vingers. Ja, dus jij zal daar moeten proberen om snel met je hulp te zijn zonder dat zij harder gaat omdat ze denkt, nou, daar doe ik het even niet voor. Zo, snel. Sneller als haar. Ja, beloon maar met je binnenhand. Braaf, goed zo. Ja, je moet zeker bij je Mary sneller en slimmer in je hulpen proberen te zijn. Ja, niet sterker, maar sneller en slimmer. Diep zitten. Duw die zitwinkel nog eens dat zadel in, hè? Ja. Ja, goed. Lekker zitten. Ontspan je spieren. Doe eens even een rondje draaien met je schouders. Ja, goed zo. Daar, ja. Heel goed. Ontspan je spieren. Lekker zitten. Goed zo. Heel erg goed. Maak je zo een overgangetje naar de draf. Kwak, kwak, kamole. Ja. Wat vonden we ervan? Oh, kom erbij. Ja, kom goed. Erbij. Dan is het wel makkelijker als je een beetje naast haar gaat staan. Ja. Oké, nou Tess, wat vonden we ervan? Ja, eigenlijk ging het best goed. Zeker. Ze begon ietsje een beetje stijf, hè? Maar we hebben veel overgangen en schakelingen gemaakt. En we hadden zelfs nog een hele mooie uitgestrekte draf daarnet. Maar dan zie je wel dat je door dat schakelen, hoi vriendin, dat je wel mooi dat lijf losser krijgt. Ja. En dat ze dan ook een keer mooi dat voorbeen naar voren kan. Stop. Goed zo. Dat ze dan ook mooi een keer dat voorbeen mooi los weg kan gooien. Eigenlijk. Ja. Nou ja, weggooien, maar een hele ruime pas mee kan maken. En hoe meer ze natuurlijk dat lijfje een beetje op wil rekken en los wil laten, hoe makkelijker het aan de voorkant is. Want dan merken we ook dat we eigenlijk aan de voorkant alleen maar druk hoeven te geven met onze ringvingers. In plaats van dat we denken we moeten hem aan de teugel rijden. Ja. Maar dat je door eigenlijk haar lijf te trainen, dat dan de voorkant bijna vanzelf gaat. Ja. Goed zo. Nou, het is even nog wat voor je. Oh, voor mij. Het is wel speciaal voor je gemaakt. Ja? Het onderste is... Oké. De wortel is dan voor Blondie. Ja hoor. Wil je ook met guacamole? Mommy? Nee, dat mag ze niet. Ga ze dood aan. Oh, gaat ze. Stuur het maar niet. Zo. Dat is lekker, hè? En dan ga ik met die komkommer in de guacamole? Ja. Oké. Okay. Jullie hebben nogal vertrouwen in mij. Het is echt heel lekker. Wacht even.
Zit er ook mayonaise doorheen? Nee, natuurlijk niet. Ruik er mayonaise. Nee, dit is serieus, hè? Waarom zijn jullie zo lastig met groenten? Een heel klein stukje op de komkommer, dan kan je het proeven. En als je dan niks vindt, dan stop je er gewoon weer mee. Ja, jammer, er zat niks op. Maar wel hier, een heel klein beetje. Nee, je moet je niet zo aanstellen. Okay. Kom op, je bent 26. Geef het goede voorbeeld aan de kindertjes. 27 zelfs. Oh, mijn hemel. Jeetje, wat een aansteller. Pas op, anders ga ik huilen. Huilen ook nog. En lik je het eraf, dan weet je of je het lekker vindt of niet. Misschien vind je het onwijs lekker, dat komt toch? Het is echt heel lekker. Het is niet eens een grapje. Oké, Daan, kom op, je kan dit. Wat is de weerstand dan? Oh, wow. Dat is de verkeerde kant. Dat het een sausje is en dat stinkt. En het is groen. Ik heb ooit een goede smoothie gemaakt, dat was zo lekker. Zou je? Ik heb ooit een goede smoothie gemaakt, maar dat was een lekker smoothie die ik ooit heb gemaakt. Ja, ga je nou nog doen of niet? Ik zou gewoon steeds dichterbij eten, denk ik. Kom eens hier. Laat hem nou. Ik word er toch niet beter van. Oh. Pak jij hem lekker in de guacamole? Ja hoor. Maar Tess, die vreet dat zo. Oh, lekker. Serieus? Zoveel ook? Ja, maar die vindt, het is echt heel lekker. Ik ook hoor. Hier, als je mij een wortel geeft zo. Dat is echt lekker, kijk zo. Hier. Ja. Ik wil even laten zien hoeveel er op de komkommer zit. Hoeveel weinig is hoeveel in dit land. Ik moet wel zeggen, Tess zat ook altijd te zeiken. Toen heeft ze één keer een hapje genomen en sindsdien maakt ze een hele avocado vol ermee. Serieus? Ja. En zeuren altijd tegen me. Nee, ik wil het niet, ik wil het niet. Nou, je hebt al 3 keer je tong er tegenaan gehouden. 2 keer. Nee, 3 keer. Niet te veel gaan. Oké. Ik durf het. Ja, durf je het? Durf je ook meer te doen? Ja, ik moet wel zeggen dat het smeriger ruikt dan dat het smaakt. Dat is wel absoluut waar. Ik vind het vooral heel stinken. Als ik dit zo ook ruik, dan doe ik eigenlijk het liefst kokhalzen. Oh. Dat is wel heel heftig. Je proeft het niet eens, want er zoveel komkommer bij zit. Oké, we gaan het nog een keer doen. Hoor? Ja. Je bent niet dood gegaan? Nee, ik leef nog. Ja. Er zit ook niet toevallig iets van melk in. Nee. Oh, jammer. Nou, er zit slagroom in. Oh, ik kan nog zeggen dat ik allergisch voor ben. Je allergisch voor melk dan? Ja, ik krijg snottenbellen van. Nou ja, dat zit er niet in, sorry. Ook nog heel weinig. Ga niet uit. Het is wel een hele overwinning zo te zien. Mm-mm. Ja, is lekker. Nou, dat zeg ik nog niet, maar ik heb het in ieder geval gegeten. Dat is wel heel wat. En ik ben niet dood. Misschien morgenochtend. Het was een hele overwinning voor Daan. Applaus voor Daan. Dus als jullie thuis zitten te kijken, mogen jullie allemaal applaus geven. Dit is Boris. En wat ben je aan het doen? Boris. Dat hij uit mijn buurt moet blijven. En dat gaat ook echt met knuffen zo? Nee, maar als ik aan het oefenen ben. Want hij heeft vooral heel erg de neiging om de hele tijd zo te gaan. Dat vindt hij ook echt niet erg als ik dat doe. Maar daar heeft hij dus heel erg de neiging naar. En dat is gewoon niet zo fijn. Dus daarom Laat maar zien. Ga ik oefenen. Ik doe eigenlijk hetzelfde zoals ik altijd doe. Alleen moet hij nu meer bij mij te buurt blijven. En let ik minder op stilstaan en dat soort dingen. Nou, boe! Er is net iets niet zo heel erg leuks gebeurd. Nou ja, we hebben opeens een lekke band. Hoe we aan die lekke band komen, geen idee. Ja, we kunnen zo wel van de band kijken. Ja, dat doen we dan zo. We hebben alleen zo'n spuitbus, daar kan je mee vol spuiten. En wat er dan gebeurt, dat weet ik niet precies. Dus dat ga ik niet doen. De ANWB, dat duurt ook lang. En Altwin, mijn man, haar vader, die kan het ook oplossen. Dus die gaat het vanavond oplossen, want ze staan vlakbij huis. Ja, dus we gaan zo naar huis toe lopen. Dus we gaan maar even naar huis toe lopen. En gelukkig staat Blondie op de Arkhoeven. Daar is ze al 2 keer eruit geweest. Maar heeft ze verder eigenlijk pest vandaag? En Verona? Verona die wordt door de meiden gedaan, dus dat is fijn. Door de meiden? Elisa, ja, Elisa en door Shanna. Dus dat is heel erg fijn. Dus ja,
We gaan maar naar huis. Nou, eerst even kijken wat er in de band zit. Oh ja, ga je eerst naar de band. Want hij zit aan mijn kant. Ik zit hier lekker naast mijn moeder. Dan hebben we hier de band. Tada! Mooi hè? We hebben hier het tuutje. Oh, er zit een spijker in. Nee? Een schroef. Een schroef. Kijk hier. Oh, nou dan weet je in ieder geval hoe het komt. Zo, dat is echt wel een schroef. Ja, ik ga een foto maken. Dat zou zijn. Dat is niet echt dan. Dus jongens, er zit een schroef in onze band. Ja. Yay! Ja, dan moet ik papa dan even maken. Dinsdag vandaag en Bianca komt zo even naar onze zaak. Daar ga ik mee brainstormen. Ik neem Alice mee, maar die moet natuurlijk eerst even een plasje doen. Ik ben laat. Bianca die is er denk ik over 10 minuten of zo. Dus we komen ongeveer dezelfde tijd aan. Alleen ik was aan het editen. En ja, ik moest meer opnemen voor jullie. Om langere weekvlogs te maken. En het punt daarvan is dat ik nu al meer dan een uur materiaal heb. Voor de weekvlog. Dus dan kun je ervan uitgaan dat er ongeveer 4 uur materiaal inmiddels weggegooid is. Of 3 uur. Bijna een uur over, om en nabij. Dat moet nog allemaal afgeëdit worden, maar het is wel echt ontzettend veel. Dat vind ik niet erg. Ik bedoel, we maken de video's voor jullie. En als je langere weekvlogs wilt, dan krijg je die gewoon. En ik moet ook zeggen, we hadden vorige week ook een hele lange, afgelopen zaterdag is dat. En die had Rick ook weekvlog XL genoemd. En die is goed bekeken. Redelijk goed bekeken. Dus dat is fijn, doet niet voor niks. Alleen, het is wel echt heel veel. Werk. Echt heel veel. Ik wil maar even kijken hoe we daarmee omgaan en of dat haalbaar blijft. Ik heb ook het gevoel dat hele stukken erin zitten die aparte video's zouden kunnen zijn. Dus dan gingen we naar een veulen kijken. Ja, dat is een heel verhaal. Ik denk, ja, dat zou best wel interessant als aparte video kunnen zijn. Dus ik moet even kijken hoe we daarmee omgaan. Alice en ik gaan nu naar de zaak. Ik hoop dat we dan op tijd zijn voor Bianca. En anders is als het goed is Kim er. Dus die kan ook de deur open doen. En dan kom ik er aan. Even Tess halen en dan kunnen we weer verder. Nou, Tess is huiswerk aan het maken. Die blijft thuis vandaag een dagje. Is ook een keertje goed voor haar. Die zit natuurlijk in die toetsweken en zo. Nou ja, de toetsweken zijn wel voorbij. Maar ze moet straks nog iets doen en ze moet nog dingen leren. Nou ja, whatever. En een werkzoek maken geloof ik over wc's. Dus ik ga rijden, maar het is echt bagger weer. Dus ik denk dat ik jullie maar even in de auto laat. En dat we dan morgen het weer oppakken, want ja, ik ga gewoon op Verona rijden en ik ga niet naar buiten, want het is gewoon vies weer. Dus ik ga ongeveer hetzelfde doen als wat ik van de week al gedaan had. Even oefenen met vooral ruim stappen en draven. En dan, ja, dan zien jullie dat in een andere video wel een keer. En dan voor vandaag was dat.